Dus ik ben net binnen, maar ik ben heel blij om naast Ingeborg Beugel te zitten. En mijn naam is trouwens Kees Hoogendijk. Ik ben lid van de Internationale Socialisten. En ik ben daarnaast ook journalist voor onze prachtige krant, De Socialist. Maar ik werk ook nog eens voor RTV Utrecht. En ja, ik denk dat dat ook een beetje de reden is dat ik dit vraaggesprek mag leiden. Want deze bijeenkomst heeft een iets andere opzet dan jullie hiervoor, denk ik, gewend waren. Ik ga het een en ander vragen aan Ingeborg, maar jullie mogen dat natuurlijk ook. Dus ik heb ook nog eens de schone taak om een beetje bij te houden wie dan een vraag wil stellen. Laten we er gewoon een dynamisch iets van maken. En ik wil allereerst een warm welkom voor Ingeborg Beugel. Nou, goedemiddag. Dank u. Ja, Ingeborg, je bent al heel lang actief als journaliste. Je hebt ook documentaires gemaakt. Je hebt 13 jaar in Griekenland gezeten. En je bent eigenlijk net terug. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Je ziet jezelf, behalve als journalist, ook als activiste. Die dingen lopen nog wel eens door elkaar heen. Nou, er is een Nobelprijswinnaar, journalist Maria Ressa. Ja. En die zegt, in the battle for truth, in the battle for facts, activism is journalism. Kijk. Dus laten we het daar ophouden. Ja. Nou, fantastisch. Ik heb het een en ander voorbereid. En dat zou eigenlijk op een groot scherm te zien moeten zijn. Want we gaan zo meteen kijken naar een veelbesproken persconferentie, vraaggesprek met de Griekse premier. En ook onze eigen premier Rutte in Griekenland. Maar wie heeft dat filmpje van jullie al gezien en wie niet? Mag ik even de handen zien van degene die hem niet hebben gezien? Want die kunnen dan misschien even... Oh, dat zijn er eigenlijk wel heel veel. Hoe gaan we dat dan doen, hè? Nou, dan moet je even naar voren komen, want het is niet zo heel erg hard zonder... Want het is toch wel aardig om even dat filmpje te kijken. Want dat is de aanleiding, denk ik eigenlijk, dat je hier ook bent. Je bent net terug. Even kijken, we zien hier... Ik kan hem even omhoog houden. Ja. Als jij het stekkertje even vast wil houden. Ja hoor, tuurlijk. We zien hier Ingeborg met haar bekende rode hoed en rode mondkapje. En daarnaast zien we de premier van Griekenland. Kun jij één keer zijn naam noemen, zodat ik hem onthoud zonder dat ik erover struikel? Kyriakos Mitsotakis. Mitsotakis. En wanneer sprak jij hem? Nou, het was zo'n persconferentie van... twee staatshoofden, en dat is het soort persconferentie waar ik nooit naartoe ga. Want dat zijn theaterstukjes. Het is helemaal niet de bedoeling dat je daar een echte vraag stelt. En het is ook niet de bedoeling dat je daar echt antwoord krijgt. Maar de Nederlandse ambassade had me in dit geval uitgenodigd omdat Rutte op bezoek was. En die mevrouw van het Prime Minister Press Office heeft gewoon de werk niet gedaan. Want als ze even de Groene Amsterdammer had gelezen, waar ik veel inschrijf, dan had ze van tevoren kunnen bedenken dat het niet een goed idee was om mij daar binnen te laten. Dus we weten ook niet of die vrouw nog een baan heeft, want ze staat daar helemaal aan het begin met een mondkapje en een streepje trui en ze wordt wel steeds paniekeriger naarmate mijn vraag doorgaat. We gaan er zo meteen verder over praten, maar zal ik gaan starten? En ik wil er op voorhand nog even bij zeggen dat ik, toen ik dit filmpje zelf voor het eerst zag, toen was ik gewoon echt geëmotioneerd, omdat ik als journalist hoop een keer zo'n vraag te kunnen stellen en tegelijkertijd heel veel woede voel bij heel veel persconferenties. Ik denk, kom op, stel die ene vraag nou eens. En dat je dat daar durft op deze manier, dat is... bewonderenswaardig. Dus dat wilde ik op voorhand even zeggen. En ik hoop dat het nu goed gaat met beeld en geluid. Anders moeten jullie even naar voren komen. Ja, en dan mogen we ook weer niet te dicht op elkaar staan. Maar mondkapjes. Oké. Nou, dan gaat even het scherm wat groter. I have one question for both of you. Prime Minister Mitsotakis, when... at last, will you stop lying? Lying about the pushbacks, lying about what's happening with the refugees in Greece. Please don't insult mine and neither the intelligence of all the journalists in the world.
There has been overwhelming evidence, and you keep denying and lying. This is like narcissistic abuse. Why are you not honest? Why don't you say, Brussels left us alone, we waited for 6 years, nobody did anything, we need to relocate, they don't do it, now I have my say, and yes, I do cruel, barbarian pushbacks. Why did you stop knocking on Brussels' door for relocation? Please, the question. Accept me? I understand that in the Netherlands you have a culture of asking direct questions to politicians, which I very much respect. What I will not accept is that in this office you will insult me or the Greek people with accusations and expressions that are not supported by material facts when this country has been dealing with a migration crisis of unprecedented intensity, has been saving hundreds, if not thousands, of people at sea. We just rescued 250 people in danger of drowning south of Crete. No. We're doing this every single day, rescuing people at sea, while at the same time, yes, we are intercepting boats that come from Turkey, as we have the right to do in accordance with European regulation, and waiting for the Turkish Coast Guard to come and pick them up to return them to Turkey. So rather than putting the blame on Greece, you should put the blame on those who have been instrumentalizing migration systematically, pushing people in desperate situation from a safe country, because I need to remind you that the people who are in Turkey are not in danger. Their life is not, their life, please. Their life is not in danger, you should put the blame on others and not on us. We have a tough but fair policy on migration. We have processed and given the right to protection to 50,000 people in Greece, including tens of thousands of Afghans who have been receiving. Please. Allow me. Have you visited the new camps on our islands? Have you been to Samos? Yes, to... No, you have not been to Samos. Yes, I have. Please, you have not been. You have not been. Look, you will not come into this building and insult me. Am I very clear on this? I'm answering now, and you will not interrupt me. In the same way, and I listen to you very carefully. If you go to Samos, you will find an impeccable camp with impeccable conditions, funded by EU money, with clean facilities, with playgrounds for our children, for the children to play. No comparison to what we had in the past. This is our policy. We will stand by it, and I will not accept anyone pointing the finger to this government and accusing it of inhumane behavior. Ja, Ingeborg, toen ik dit dus zag, dacht ik ook van, dit is natuurlijk ook deels van deel van jouw karakter, want dit komt er niet zomaar uit. Het is denk ik ook een deel van wie jij bent. Maar wat ik me ook afvroeg is, wat voor gevoel had je nadat dit meteen gebeurde, toen je nog in die zaal stond, zeg maar? Voelde je trots? Nee, totaal. Kijk, 10 seconden voordat ik die vraag stelde, wist ik niet welke vraag ik zou stellen. Het is heel interessant, er zijn in de dagen daarna allerlei analyses verschenen in pro-gouvernementele Griekse kranten. En die gaan over dat er een stylist is ingehuurd die me die rode hoed heeft opgezet en er een rood mondkapje heeft bijgezocht. Dit is toevallig mijn hoed, die draag ik al 2 herfsten. Er is absoluut geen stylist bij aan te pas gekomen. En dat het helemaal opgezet zou zijn, dat het zelfs in samenspraak met de press office van de prime minister allemaal geanceneerd was. Jullie kunnen het zo gek niet bedenken wat er is gevolgd op die vraag. Maar de waarheid is dat ik vlak voordat ik mijn vraag mocht stellen een filmpje had gemaakt van hoe Rutte en Mitsotakis zo heel joviaal die lopers van het Megaro Maximo, dus zeg maar het Griekse katshuis, ophuppelen. Want god, wat waren de dikke vriendjes meteen al.
En Mitsotakis heeft een hondje. En dat hondje, dat kwam uit de verte. Dus lolbroekje Rutte, die rende naar voren en hurkte en ging dat hondje aaien. Maar dat hondje zag Rutte helemaal niet zitten, wende zich onmiddellijk af, liep de massa journalisten binnen, snuffelde een beetje en kwam naar mij en likte mijn hand. Ja. Dus dit was een filmpje, en we weten allemaal, honden die hebben een sixth sense en die ruiken goed en kwaad. Nou, het hondje moest niks van Rutte en Mitsotakis hebben en kwam naar mij. En dat had ik op Facebook en Twitter geplaatst 20 minuten voordat ik aan de beurt was. Met de vraag, jongens, ik sta tegenover deze twee mega leugenaars, welke vraag moet ik stellen? En toen kwamen er tientallen suggesties, waarvan de meeste neerkwamen op, vraag ze alsjeblieft of hoe ze 's nachts kunnen slapen. Nou, dat was een beetje zonde, leek me, om zo'n gelegenheid met zo'n vraag voorbij te laten gaan. Nogmaals, ik kom nooit op dat soort persconferenties, maar ik had besloten er naartoe te gaan met een Griekse fotografe, een vriendin, een vrouw van midden 50. We hebben het altijd heel erg leuk samen, die ook nog nooit op zo'n persconferentie was geweest. En omdat ik dacht, ja, dit is een moment dat de twee leugenaars, die alle twee staan voor hetzelfde inhumane beleid wat betreft vluchtelingen, waardoor we met z'n allen als Europa afstevenen op een nieuw fascistisch tijdperk, en daar ben ik van overtuigd. En als dit doorgaat, dan zal in de toekomst de Holocaust daarbij verbleken. Mind my words. En ik kan het Holocaust... Voordat je verder gaat op het inhoud, want dat komt zo meteen allemaal uitgebreid aan de orde. Eventjes terug nog naar dat moment, want Rutte staat daar ook naast. Ja, dat zit niet in dat filmpje. Nee, wat we niet zien is dat je Rutte ook iets vraagt. Ja. En daar geeft hij nogal een schandalig antwoord op. Kun je vertellen wat je hem vroeg? Het is jammer dat niet in dit filmpje zit. Ik heb een filmpje waar de vraag, het gedeelte daarvan aan Rutte ook te zien is en ook zijn antwoord. Kijk, over luie Nederlandse journalistiek gesproken. Geen enkele journalist, geen enkele krant heeft even verder gekeken dan de uitbarsting van Mitsotakis en naar wat Rutte zei. Dat was zo mogelijk nog schandaliger dan Mitsotakis, want ik vroeg aan Rutte, meneer Rutte, ja, u bent nu wel de grote vriend van meneer Mitsotakis, maar toevallig bent u een van de staatshoofden die weigert ook maar één vluchteling uit Griekenland op te nemen om Griekenland en landen als Griekenland, Italië en Spanje ook te ontlasten. Want dit is natuurlijk geen Grieks of Spaans of Italiaans probleem, het is een EU-probleem. Dit zijn Schengen-grenzen. We herinneren ons nog die hashtag 500 kinderen van maart 2020, dat er een coalition of the willing was in Nederland. 200 gemeenten hadden zich verenigd en die wilden alleenstaande, onbegeleide, minderjarige vluchtelingen uit Griekenland opnemen. En dat heeft Rutte, dat hebben Rutte Koumsouis, gesaboteerd. En daar is die krankzinnige alternatieve kutoplossing voor in de plaats gekomen. Namelijk, we doen 3 sheltertjes in Athene voor 16 kids per shelter. En daarvoor geven we Movement on the Ground van Johnny de Mol 3,5 miljoen. En maar roepen in de Kamer, ja, in 3 jaar worden dan 500 kinderen door die shelters gejaagd. Nou, niet gejaagd, maar dat zeg ik dan, want dan komt erop neer dat zo'n kind 3 maanden in zo'n shelter zou mogen blijven, om dat na 3 jaar 500 te laten zijn. Oké, de context is duidelijk. Wat was dan de vraag aan Rutte op basis daarvan? Je neemt die 500 kinderen niet op, je saboteert de gemeenten in Nederland die bereid zijn minderjarige alleenstaande vluchtelingen op te nemen, maar je doet net alsof je de grote vriend bent van Mitsotakis. U bent een premier die juist een land als Griekenland verraadt. Misschien kunnen jullie het daar met z'n tweeën eens over hebben. Dat zei ik. En ik zei, en meneer Rutte, welke sancties vindt u dat er gelegd moet worden op Griekenland vanwege de pushbacks, en ook op Nederland, omdat Nederland mede verantwoordelijk is voor die pushbacks? Nou, hij heeft op niets geantwoord.
Hij zei alleen maar zo met zijn gladde zeepje allure. Ik heb het volste vertrouwen in deze Griekse premier, waarmee hij eigenlijk zei, ik ondersteun zijn leugens. En geen één Nederlandse krant of geen één Nederlandse journalist heeft dat opgepakt. En dat vind ik wel verpletterend. Ja. Nou, wat er dan daarna gebeurde, daar hebben we hier wel iets van meegekregen. Je hebt het behoorlijk zwaar gehad, want het begon eigenlijk al op het moment dat je daar wegliep na de persconferentie. Kun je een paar dingen noemen die het meest indruk hebben gemaakt in de dagen daarna, waardoor je uiteindelijk, want dat moet ik er natuurlijk dan bij vertellen, besloot om daar weg te gaan en voortijdig terug te gaan naar Nederland? Ja, op advies van de ambassade en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en de vakbond voor journalistiek, de NVJ. Die hadden met z'n drieën overlegd en die hebben mij op een zondag, de zondag na de dinsdagavond van de persconferentie, gebeld en gezegd, wij adviseren je toch uit de grond van ons hart om te vertrekken, want we kunnen je veiligheid niet garanderen. Dat was wel even schrikken. Kijk, direct na die persconferentie, om op je eerdere vraag, of na dat moment, wat er toen gebeurde, dat was krankzinnig. Ik werd ontvangen met die fotografe Dimitra, met alle egards en mevrouw Beugel van de Groene. En ik werd aan de voorste rij neergezet, dat was niet mijn keuze, dat deed die mevrouw in dat streepjespak. En iedereen businesskaartjes aan me geven. Die man die naast me zat, was de economische adviseur van Mitsotakis. Dat is één foto dat ik van profiel genomen en die vraag zit te kellen. En die man die kijkt echt met zulke schoteloogjes boven zijn masker naar mij. En die is viral gegaan. Daarna was er doodse stilte. De anderen konden geen vraag meer uitbrengen. By the way, die vragen ze, als ik had verwacht, voor mij, die sloeg echt helemaal nergens op. Er zijn ook allerlei cartoons, want een heleboel van die vragen aan de Griekse premier, die gaan dan bijvoorbeeld zitten, over het recept van zijn moeder voor dolmadakia. Dat zijn wijnblaadjes met rijst en gehakt erin. Doe die dat niet op? Om het niveau van dit soort persconferenties aan te geven. Dus toen ik klaar was, was er een doodse stilte. Ik stond op en alle mensen die eerst al mijn, met veel egards hun businesskaartjes aan mij hadden gegeven en zo, die draaiden zich om. Dus ik stond helemaal alleen en iedereen keerde mij zijn rug toe, of haar rug toe. Mijn fotografe die zag eruit alsof ze een hartinfarct kreeg. En die nam me mee en die zei, we moeten nu hier echt heel erg snel weg. En ik zei, waarom? Er is toch nog een borrel? En een gratis wijn en hapjes. Nee, dit is niet het moment. Kom mee naar buiten en dan gaan we een sigaretje roken. En ik merkte eigenlijk aan haar vooral dat zij zo geschrokken was. En zij is Griekse, kennelijk in Griekenland. Hè? Speaking truth to power is nog een beetje moeilijker dan in Nederland. Want speaking truth to power is tegenwoordig universeel moeilijk. Kun je daar iets over vertellen, zeg maar, hoe daar omgegaan wordt met vrije pers? Nou ja, je hebt het antwoord van Mitsotakis. Zeker, maar is een soort autoritaire tyran. Ja, maar is dat inderdaad de manier waarop het vaak gaat? Het was nooit zo goed gesteld met de persvrijheid in Griekenland. De laatste dictatuur van 1967 tot 1974 is dus niet zo lang geleden. Vanaf dat moment was er een pers die voor een deel met PASOK, de Griekse PvdA, was, en voor een deel met de Nea Demokratia, de Griekse VVD, de partij van de huidige Mitsotakis. Want allerlei tycoons die hebben media en die gebruiken die media voor de regering die op dat moment of de grootste partij in de coalitie is. We hebben namelijk heel lang in Griekenland of volkomen overwinning voor één partij of volstrekte victorie voor de andere partij gehad. Een beetje zoals in Amerika, de Republicans en de Democrats. En beide kampen hadden hun eigen perstycoons. Het was heel geestig als je dan bijvoorbeeld een demonstratie had in Athene van, zeg maar, de Griekse PvdA. Dan schreef de Griekse VVD-pers, nou, er waren 200 mensen.
En de Griekse PvdA-pers schreef zijn 20.000 mensen. En vice versa. Dus dat was maar nooit zo goed. Ik begrijp ook dat journalisten die daar staan, dat ze veelal heel erg loyaal zijn naar de Griekse regering. Nou, het is verslechterd met Mitsotakis. Okay. Sinds Mitsotakis de verkiezingen won in juli 2019... Mm-hmm. is Griekenland van de 17e naar de 70ste plaats op de wereldlijst voor persvrijheid gekelderd. In 2 jaar, dat is niet niks. Een paar maanden geleden is er door een clusterfuck een geheime lijst in de publiciteit gekomen. Die heette PETSA-lijst, niet pizza, maar PETSA. En dat is een lijst met namen van Griekse journalisten. En daaronder zitten grote namen, zeg maar de Griekse Jeroen Pauw en de Griekse Paul Witteman. En, dus niet zomaar namen. En dat was een lijst van Griekse journalisten die betaald werden door de Griekse regering. Ik weet niet of jullie herinneren, maar deze zomer is het Groene Hart van Griekenland afgebrand. Midden van het Evia eiland waar alle retsina en alle honing werd gemaakt van Griekenland. En dat was echt het belangrijkste groene hart voor de 7 miljoenen stad Athene. Griekenland heeft 11 miljoen inwoners en 7 miljoen zitten in Athene. Dus dat is een waterhoofd. De schande was toen dat Mitsotakis 1,7 miljoen aan de brandweer had gegeven na zijn aantreden, maar 83 miljoen aan commerciële televisiezenders. Dus de brandweer had om 17 miljoen gevraagd, want die was in een abominabele staat, heeft 1,7 miljoen gekregen, waardoor het Groene Hart van Griekenland is afgebrand. Commerciële zenders en ook kranten hebben 83 miljoen gekregen. En al die media die worden betaald om reclame te maken voor Mitsotakis. Dus het is een afschuwelijke situatie. En wat er gebeurde na die persconferentie was dat er een machinatie op kwam van de door de Griekse regering betaalde pers. En die was echt, nou ja, verpletterend. Het ging alleen maar over mijn persoonlijke leven. Allemaal leugens. Het had ook helemaal geen zin om met de advocaten daartegen in te gaan, want dat was een gebed zonder end. Er werd gezegd dat ik Pakistaanse slaven had die mijn honden uitlieten. En ik heb dus een Afghaanse vluchteling in huis genomen in januari 2019. En nou, daar wordt van gezegd dat ik daar een seksuele slaaf van had gemaakt. En ik organiseerde orgies met zijn hond en met hem. En nou, jullie kunnen het allemaal zo gek niet bedenken. Maar dat was wel heel erg ernstig. En op social media is er een digitale heksenverbranding geweest. We kennen wel wat in Nederland van Twitter en Facebook. Die seksistisch, misogyn en walgelijk vrouwvernederend tekeer kunnen gaan. Nou, doe dat maal 1000 en je bent in Griekenland. Dus ja, dat feminisme, dat is ook nog een dingetje. Ja, ik wil ook even het bruggetje maken naar een andere vorm van intimidatie die nog wat verder ging. Namelijk, je bent ook gewoon fysiek aangevallen. Kun je dat beschrijven, hoe dat ging? Ik was er totaal niet op voorbereid. Gewoon niet. Want dat was de volgende avond. En die dag, na dinsdagavond, de Rode Hoed persconferentie, zo heet het nu in de volksmond daar, werd ik zo vaak gebeld en stonden er allemaal televisieploegen voor de deur. En er kwamen vriendinnen om me te helpen met de telefoon op te nemen. En ik moest met Nederland in contact zijn, met Groene Amsterdammer en noem maar op. Dus ik heb niet die dag op social media gekeken. Mijn vriendinnen die zeiden wel, nou kijk maar liever niet, want het is bar en boos wat daar gebeurt. Maar het was niet geland bij mij. En die avond, woensdagavond, toen rende ik, toen het al donker was, een uur of 11 naar buiten. Want je hebt er allemaal minimarktjes en die zijn gewoon tot 1 uur of 12 uur open in Athene. Om sigaretten te kopen. En dan moet je bij mij de deur uit en dat is vrij duister. En een hoek om, daar is het helemaal donker. En dan kom je bij een minimarktje en dat is heel hel verlicht. En ik had gewoon,
Want dat is mijn automatisme. Een rode hoed opgezet en mijn mondkapje voorgedaan. Want zo loop ik erbij in Athene. Ik had me niet gerealiseerd dat dat sinds de avond daarvoor niet meer zo'n goed idee was. En ik denk dat iemand mij heeft herkend aan die rode hoed in die verlichte binnenruimte van de minimarkt. En toen ik terug naar huis liep, in het donkerste gedeelte van die terugweg, was er een man en die bukte zich en die pakte een vrij grote steen op en gooide die naar mijn hoofd. Godzijdank had ik een hoed op, dus het heeft me ook mijn voorhoofd geschampt. Maar dat was wel heel griezelig. En ja, toen ben ik niet gestopt om te kijken wie er achter dat masker zat en een praatje met hem begon. Toen ben ik naar huis gerend. Ja. En dat is ook de reden geweest dat de ambassade en het ministerie van Buitenland, omdat die hetze tegen mij alleen maar toenam. Ze belden op woensdag, nee sorry, op zondag. Dus het gebeurde op dinsdag. Nou, dat is zoveel dagen later. Normaal is er zo'n digitale storm en die duurt wat, 1 of 2 dagen. Ja. Maar dit ging op zondag nog gewoon keihard door. Ja. En zij waren niet zozeer bang voor een of andere aanslag. Maar ze zeiden, ja, die hetze tegen jou, die kan zomaar een psychiatrische patiënt of een psychopaat inspireren. En een gek kan bedenken dat hij de Griekse natie een deugd doet door jou een kopje kleiner te maken. Het was een beetje een Van Gogh-achtige angst die ze tegen me uitspraken. Ik wil het nu voor dit deel afronden van wat jou overkomen is. Want we hebben nog veel te bespreken als het gaat om waar jij je voor inzet, waar jij over schrijft, waar je aandacht voor vraagt. Want daar kan ik me ook voorstellen dat jullie in willen mengen of een vraag over hebben. We gaan het namelijk nu hebben over de toestand op de Griekse eilanden. Zeg maar de toestand van de grenzen van Europa. De grenzen van Europa, beter gezegd. Het is niet alleen de Griekse eilanden. Nee. Een van de dingen die naar voren kwam in dat filmpje was dat de Griekse premier zei, you have not been to Samos. Nou, je bent er, je was er als eerst, geloof ik. En dan hebben we het dus over het nieuwe kamp wat daar is gebouwd. Want kun je dat uitleggen? Want ik denk niet dat iedereen dat heeft meegekregen. Er worden nieuwe vluchtelingenkampen gebouwd. Op 7 plekken uiteindelijk. Waarom is daarvoor gekozen? Hoe zat dat ook alweer? Kun je dat kort uitleggen? Ach, lieve Kees. In eind 2019 is besloten in Brussel dat Brussel heel erg veel geld zou geven. We hebben het echt over vele miljoenen aan Mitsotakis. Voor het kopiëren, want daar komt het op neer, van het gefaalde, brede, barbaarse Australië offshore asylum system. Dus Australië heeft al lang op eilandjes en op afgelegen plekken mega detentiecentra gebouwd. En in Australië worden vluchtelingen daar opgesloten met hun kinderen. En daar verzombien ze. Worden ze schaduw van zichzelf. En of ze hebben nog de kracht om zelfmoord te plegen, of ze zijn zozeer verzombied dat ze zelfs dat niet meer doen. En in 2019 schreef The Guardian daar veel over. We moeten niet het gefaalde Australische systeem kopiëren in Europa. Ik heb daar ook veel over geschreven en niemand luisterde. Niemand. En toen eind 2019, weet je wel, via persberichtjes van Brussel, medegedeeld, er komen die nieuwe vluchtelingenkampen, gebeurde er iets heel interessants. Eva Johansson, de EU-commissaris voor migratie van de EU, die had het consequent in Brussel over, dan moet ik het goed zeggen, multiple purpose reception and identification centers, die open zouden zijn en menselijk en met meer sanitaire voorzieningen. En dat werd aangenomen door de rest van Europa, maar
Want even voor het beeld, ik denk dat heel veel mensen natuurlijk de grote Vlammenzee in Moria op het netvlies hebben. En dan zou je kunnen denken van nou, dan is dit een stap vooruit. Want hier is sanitair goed op orde. Je noemt een aantal andere functionaliteiten van het kamp. Het klinkt al op papier natuurlijk allemaal als een stap vooruit. Maar als je dan, dat kun je het beste denk ik zelf doen, als je dan nu zou beschrijven van wat het geworden is. Ja, maar wacht even, dat is heel belangrijk wat ik nu zei. Ylva Johansson had het over open centra die heel mooi waren en waar mensen dan vrij in en uit konden. En de kinderen konden dan in de buurt naar lokale scholen. En het eerste wat je ziet is een gevangenis, wacht als even, je de beelden ziet. Wacht toch? Even, voordat had de Griekse minister en had de Griekse premier, dat duootje, Mitarakis en Mitsotakis, zijn net twee soprano's, die hadden het de hele tijd over gesloten detentiecentra. Dus wacht even. Eind 2090 hebben Ylva Johansson, Koen Suis het over geweldige, shining, open, menselijkere kampen waar mensen een waardig leven konden leiden. Terwijl over diezelfde bouwprojecten binnen Griekenland, naar de Griekse pers toe, werd gesproken over gesloten massa-detentiecentra zo ver mogelijk van de bebouwde kom. Dat was toen al bekend. Ik was de enige journalist die daarover schreef in de Groene Amsterdammer. Niemand heeft dat verder opgepakt. En dat is dus, terwijl ik probeerde te schreeuwen van de daken, jongens, dit gaat helemaal mis. Waarom bespreekt niemand dit in Brussel? Hoezo zegt de een open, geweldig en dicht bij de bebouwde kom en kinderen naar de lokale scholen. En de ander die zegt, namelijk waar het wordt gebouwd, het staatshoofd van dat land. Het zijn detentiecentra ver van de verbouwde kom. Want wat was de bedoeling en is de bedoeling van Mitsotakis, Koen Suis? We sluiten de vluchtelingen op met hun kinderen, buiten het zicht van de Griekse bevolking. En op zo'n manier dat ook de toeristen er geen last van hebben. En jij schreef daar als enige, als eerste over. Ja. Dat is nooit verder echt opgepikt, dat noem je net nou, ook. Nou, behalve tot mei dit jaar, want toen mocht ik mee met Tineke Strik, Europarlementariër voor GroenLinks. Want die was toen de rapporteur van de Frontex Scrutiny Working Group. Ik wil dat heel even laten liggen, Inge. Ja, want mijn vraag is namelijk... Ik mocht met haar mee. Precies. En zij kreeg een tour. Ja, maar mijn vraag is eigenlijk, wat zegt het jou dat dat niet zo wordt opgepikt? Waarom gebeurt dat niet? Wat zegt dat jou over het Europa waar we dan in leven? Nou, you really want me to tell that? Ja, absoluut. Ik kom van de Europese school in Brussel. Ik ben opgegroeid in de jaren 70 met de overtuiging dat het allemaal kut was in de wereld en verschrikkelijk. Maar er was één plek op aarde, toen nog de EEG, waar een paar landen zich aan één hadden gesloten omdat ze dezelfde fundamenten hadden. Democratie en mensenrechten. Beide zijn voor onze ogen verdampt sinds 2015. Wat ik zie is dat er totaal geen empathie meer is, dat de EU-commissie eigenlijk wil dat Griekenland dit doet. Want laten we wel wezen, als de commissie dit niet zou willen, zou dit al lang gestopt zijn, toch? Hè, de commissie laat Griekenland het vuile werk doen van wat ze zelf eigenlijk willen. En de geheime deal tussen Mitsotakis en de Europese Commissie is, ik Mitsotakis na de radicaal linkse regering, zo werd het genoemd, was het niet in werkelijkheid van Tsipras, Syriza, voor Mitsotakis, Nea Demokratia. Die had ook al te kampen met de Griekse economische crisis en die schulden. Want dat is, vergeet het niet, hè. Zodra Griekenland piept over die vluchtelingen, zeggen ze in Brussel, ja, maar jullie zijn ons nog 300 miljard schuldig. En dus zoals Erdogan de vluchtelingen misbruikt en Europa chanteert, zo doet Brussel dat op precies dezelfde manier met Griekenland. Daar is geen enkel verschil tussen. Hou hem even vast. Ik wil even kijken of er vanuit de zaal een vraag is. Of misschien iets wat niet helemaal duidelijk over is gekomen tot nu toe. Kan ook natuurlijk. Als het er niet is, dan
Ah, kijk. The last one. Oké. Okay. Ja. I want the last one. You want the last one. The last question. Oké. Okay. Is there a first question? Oh. If not, that it's okay. But I thought, ja, let's... Okay, maar als ik nog even mag afmaken, ja, waarom jij denkt dat dit gebeurt. Kijk, hebben jullie toevallig dat prachtboek Primo Levi, Is dit een mens, gelezen? Wie? Oh jee, jongens. Rennen naar de boekhandel. Echt heel erg belangrijk boek van Primo Levi. Is dit een mens? Wat is de Griekse, of de Engelse vertaling? Is this a human? Ja, maar dat weet je nooit, hè, want sans famille is ook niet sur le monde. Alleen op de wereld. Oké, nou, is dit een mens? En hij schrijft daarin, ik probeer het zo goed mogelijk te citeren. Het is de mens eigen om de vreemdeling als een vijand te zien. Normaal is dit een niet uitgewerkt gedachtegoed dat sluimert als een virus. Ik verzin het niet, dit was voor corona, vlak na de Tweede Wereldoorlog, dat hij dit schreef. Maar als deze overtuiging, een vreemdeling is een vijand, bedoelde hij, wordt uitgewerkt tot een rationeel sluitend concept, dan wacht aan het einde van dat proces het lager. En het lager is het concentratiekamp. En wat zien we? Stop extreem rechts. Extreem rechts neemt toe met de snelheid van het licht, zeker in Griekenland. De vreemdeling wordt steeds meer gepresenteerd als de vijand. En Mitsotakis gaat heel erg ver. Die heeft een walgelijke narrative die er als zoete koek ingaat bij veel berooide Grieken. Namelijk, alle vluchtelingen zijn moslim, instrumenten in de hand van Erdogan. En eigenlijk is het een jihadleger dat Europa binnenvalt. En in de eerste plaats Griekenland onder de voet wil lopen. En in de tweede plaats een einde wil maken aan de Europese cultuur. Kun jij beschrijven waarom extreemrecht zo kon groeien? Wat de voedingsbodem is in Griekenland? Nou, dat is no rocket science. Als je een waanzinnige economische crisis hebt. En die is ook nog eens veroorzaakt of verergerd door de EU. Gaan we nu niet... Kijk naar mijn serie Hotel Athene. Een leuke serie van BNNVARA. Daar wordt dat allemaal in uitgelegd. En in het midden of op het diepste horrorpunt van die economische crisis komen er 1 miljoen vluchtelingen binnen. En de rest van Europa doet niets. Want mind you, in september 2015 was er een akkoord tussen alle EU-lidstaten om Griekenland te ontlasten. En 160.000 vluchtelingen zouden verdeeld worden over heel Europa. Klaas Dijkhoff voor Nederland heeft toen in september 2015 getekend voor opname toen van 8.712 vluchtelingen uit Griekenland tot september 2017. Nederland heeft nooit 8.712 vluchtelingen opgenomen sinds die ondertekening, die handtekeningen van Klaas Dijkhoff, maar 1.055. En van de 160.000 vluchtelingen in Griekenland zijn er maar 35.000 verdeeld over andere landen. Met andere woorden, Griekenland is mega verraden door Brussel. Terwijl de andere premiers nog op de poorten klopten van Brussel en bleven zeuren over relocatie, relocatie, relocatie. Met relocatie wordt bedoeld, andere EU-lidstaten moeten asielzoekers overnemen van Griekenland en die asielprocedure in hun eigen land doen voor die mensen. Wat ik daarnet al zei, de geheime deal tussen Mitsotakis en Brussel is: Mitsotakis houdt op met zeuren over relocatie en in ruil daarvoor gooit Brussel miljarden
naar Griekenland, waar die Australische massale detentiecentra van worden gebouwd, die ik in mei met Tineke Strik als de eerste op Samos heb bezocht. En dat is de deal. En niemand heeft het erover. En waarom gebeurt dit? Nou, we hebben Rutte hier. Hè? Rutte en Broekers-Knol willen geen één vluchteling uit Griekenland opnemen. Zelfs die 500 kinderen niet. En zo is het met de andere landen ook. Dus je hoeft geen historicus of psycholoog of socioloog te zijn om te kunnen bedenken. Een land waar de Grieken zelf geen eten hebben, waar de jeugdwerkeloosheid 66% is, dat op zijn gat ligt vanwege een ergere economische crisis dan tijdens Wereldoorlog 2, laat je alleen met een Europees vluchtelingenprobleem, ja, wat denk jij? Janneke, je hebt een vraag. Ja, ik ben super aangrijpend en heel erg dankjewel dat je bent gekomen om je verhaal te delen op persoonlijk vlak en natuurlijk ook meer op een politieke vlak. Het is inmiddels 5 jaar geleden, was ik in Griekenland, deed een rondreis en ik ging in Athene, ging ik naar een hotel dat al jaren leeg stond en hebben activisten hebben dat gekraakt. Plaza Hotel. Ja, Plaza, City Plaza geloof ik. Ja, City Plaza. En hebben ze dat gekraakt om vluchtelingen te helpen. Ja. En ik vond het zo gaaf om te zien dat hier heb je een bevolking die toen al heel erg gepakt was door Brussel en memoranda, et cetera. En dat ze jaar in jaar uit solidair bleven, dat zal wel veranderd zijn misschien. Maar totaal. Deze mensen op dat moment begrepen, en ik wil even een punt maken over grenzen namelijk. Deze mensen hadden het gevoel van vluchtelingen staan aan onze kant. En ik denk dat dat sentiment veel te weinig begrepen wordt in Nederland. Want de Grieken hebben toen algemene staking gedaan, weet ik veel. En dan weten mensen gewoon, oké, wat is solidariteit? En ik denk dat het onze taak is, want ik merk ook nu met het Polenverhaal natuurlijk, dat mensen meteen al beginnen met winterjassen verzamelen. Goed, hè, om directe hulp te bieden. Maar we moeten het ook hebben, waarom hebben we überhaupt grenzen? Even een paar stappen terug, maar ik denk dat het echt heel nodig is in dit soort discussies en narratieven. Grenzen zijn een kapitalistisch concept. Je had in de middeleeuwen natuurlijk wel grenzen, maar dan was het een rivier of een bergketen of weet ik veel wat. Grenzen, kijk naar Afrika, kijk naar Irak, dat zijn de rechte lijnen getrokken door kolonialisten en de kapitalisten. En ik denk dat het is in hun belang in de elite, dus hè, daar heb ik het over. En het is, ze gebruiken die grenzen zoals het hen blieft. In de jaren 70 was alles open, want er moesten, van de jaren 50, 60, want er moesten allemaal mensen deze kant op komen om de economie op te bouwen. En nu, sinds 2001 en dan helemaal sinds 2008, moet het allemaal potdicht zijn, want er is een economische crisis geweest. En dan moet het niet opgelost worden door bedrijven te laten betalen, maar om ons het te laten betalen. En wij moeten het gevoel krijgen, als wij niet nationalistisch genoeg zijn, of weet ik veel wat, dan komen die vluchtelingen en die komen onze banen en vrouwen en de rimram, die komen. Maar het is dus een kapitalistisch construct en ik denk dat we dat keer op keer moeten inbrengen in dit soort discussies om het ook politieker te maken. Het is hun probleem. We zitten met hun problemen. En kijk naar de elite. Het is klimaatverandering, crisis. Wat heb je allemaal? Ja, verslik je maar. Het is ook heel erg. Die laatste zin. Waarom hebben we eigenlijk grenzen? Dat is een kapitalistisch construct en dat moeten we keer op keer hier ook in dit soort discussies naar binnen brengen. Je hebt helemaal gelijk. Griekenland laat zien hoe belangrijk de kleur van een regering is. Want dat City Plaza Hotel, wat jij noemt, dat was een shining example of local solidarity with newcomers. Er waren in de wijk Exarchia, dat is de anarchistenwijk in centrum Athene, gekraakte scholen, gekraakte panden. Daar zaten vooral Syrische en Afghaanse families. De mannen die werkten op het platteland, de vrouwen maakten schoon, de kinderen gingen naar lokale scholen. Wel nu, Mitsotakis had nog niet de verkiezingen gewonnen in juli 2019. Of echt, op het hartje zomer, dus in de warmste maand, augustus, dan is Athene leeg, dan zijn alle Grieken naar hun ouders en eilanden en weet ik veel wat. Met helikopters boven de wijk en soldaten met geweren, er zijn kinderen
van 2, 4, 6 jaar om 4 uur 's ochtends van hun bed gelicht in die kraakpanden. Het Plaza City is gesloten. En van al die prachtinitiatieven die als paddenstoelen uit de grond schoten vanaf 2015 tot 2019 is er niets meer over. Niets. En de wil is er wel bij de Griekse bevolking. Een groot deel, nog steeds, maar het wordt zo bevochten met zoveel politiegeweld en zoveel politiebruutheid. En dat is dus ook iets wat ik constateer. Nou, ik was heel erg gechoqueerd door woonprotest in Rotterdam. En trouwens ook na het woonprotest in Amsterdam, wat daar daarna gebeurde. Jongens, dit gebeurt overal. Dat politieoptreden wordt niet alleen in Nederland steeds bruter, maar zeker ook in Griekenland. En het is ontroerend om te zien hoe de Griekse bijeen, dat heet Kerva, Kimeno, Enandion, Kimeno enomeni enandion racismo ke fascistiki apili, Kerva. Dat betekent de Verenigde, of de United Movement Against Racism and the Fascist Threat. Grieken hebben echt een talent voor fantastische lange titels. En het is interessant, want extreem rechts groeit, maar dat groeit ook. En wat Kerva doet, is naar de kampen gaan. Hè. Dus even nog, die kampen die staan allemaal buiten de bebouwde kom. Die 7 kampen waar jij het over hebt, die worden voor 300 EU-miljoen gebouwd op 6 eilanden en bij Malakassa en Serres, 70 kilometer buiten Athene. Ik ben dus geweest met Tineke Strik naar Samos, dat is de eerste die open ging. Nou echt, jullie willen niet weten wat jullie... Wat je ziet, het is een soort Auschwitz in het midden van een woestenij. Met 3 keer ijzeren hekken met daarboven die rollen prikkeldraad, waardoor het zo aan Auschwitz doet denken. Geen sprankeltje groen, geen sprietje gras, geen boom, geen schaduw, niks, niks, niks. Alleen maar matgrijze containers. Binnen in dit omheinde gedeelte heb je nog een extra omheind gedeelte voor de mensen die zijn afgewezen. Dat heet de Pre-Deportation Department. En dus allerlei Syrische gezinnen die volgens Mitsotakis terug moeten naar Turkije. Want Turkije is een veilig land. Nou, ik kan jullie foto's laten zien wat er gebeurt in Istanbul en elders in Turkije met de Afghanen en Syriërs. Hoe je durft te zeggen dat Turkije een veilig land is voor vluchtelingen is beyond imagination. Maar dat doet hij gewoon. By the way, Turkije heeft al 5 miljoen vluchtelingen. Hè? Ingeborg, ik wilde even teruggaan naar, want je snijdt het zelf aan. En het is een vraag die ik ook steeds in mijn hoofd had zitten. Van, is er ook hoop? Is er ook verzet? Dat is er. Je noemt Kerva. Zijn er ook andere groepen die georganiseerd de straat opgaan op dit moment? Of is dat niet het geval? Ik moet je heel erg teleurstellen, want ook al zijn die ontroerende en hartverwarmende voorbeelden van Kerva en dus nog een andere sek en allemaal buitenlanders en Grieken die zich op een persoonlijk niveau inzetten voor vluchtelingen. Het spijt me, maar ik heb geen hoop meer. Ik zie het alleen maar verslechteren, verslechteren, verslechteren. Die pushbacks, die zijn zo verschrikkelijk gewelddadig. Alsjeblieft, kijk op Twitter en Facebook naar Aegean Boat Report. Dat is een Noorse eenmans NGO van een held, die heet Tommy Olsen. Die zonder enige sponsoring, dus echt met niks. Ik heb hem een maand geleden 500 euro gestuurd omdat hij niet te eten had. Deze man is vader van 5 kinderen en werkte in een kinderdagverblijf. En 's nachts houdt hij bij hoeveel mensen van Turkije vertrekken, hoeveel mensen op die lekkende dinkies aankomen, op welke eilanden, hoe ze zich opsplitsen in verschillende groepjes, hoe ze proberen naar het officiële kamp te sluipen. In de hoop de commando's uit Athene, die
gemaskerd, gewapend, niet herkenbaar zijn, rondrijden in geblindeerde SUV's. Betaald door EU, hè? Wij doen dit, wij doen dit. En die mannen, als die groepjes vluchtelingen die dus al zijn aangekomen op de Griekse eilanden, of het nou Lesbos, Samos, Kos, Leros, maakt allemaal geen fuck uit, vinden, dan worden ze pont en blauw geslagen, hun telefoons worden afgenomen, dus Tommy Olsen, die daar boven de Poolcirkel in Noorwegen in dat kleine dorpje zit, heeft contact met die mensen en dan komt er altijd een moment dat er geen contact meer is en dan weet hij, ah, ze zijn gepakt door de commando's en hun telefoons zijn afgenomen. Dit gaat nog steeds over vluchtelingen die, weet je, het laatste wat ze hadden, hebben verkocht. Dus die hebben geld bij zich. Dat zijn rolletjes die ze in hun kont verstoppen. Dat wordt eruit gepriegeld en dat pikken die Griekse commando's in. Net zoals al die telefoons. En dan worden ze at gunpoint met zwangere vrouwen, krijzende kinderen, zonder water en drinken, op life rafts gezet, zonder motor. En die worden naar de Turkse territoriale wateren gesleept. En ja, dan mogen ze bidden dat ze gered worden door de Turkse kustwacht. En soms is die te laat en dan spoelen er lijken aan. We weten ook inmiddels dat de Griekse kustwacht mensen geboeid overboord gooit. Het is zo dystopisch. Het is zo. We zitten zo al in het midden van een Hollywood semi-science fiction dystopian horrorfilm. But it's true. En ik vind het dus krankzinnig dat als ik in Nederland ben en 4 TCA-taxis in Amsterdam neem en met 4 taxichauffeurs praat, dat geen één taxichauffeur hiervan weet. Dus het is ook een probleem van de Nederlandse en andere media. Daar wilde ik zo meteen naartoe, naar het laatste deel van dit gesprek. Want volgens mij moeten we hier om 4:15 weg, sowieso. Ik wilde nog even kijken in de zaal of er nog vragen of opmerkingen zijn. Ja, ik zit lastig kiezen. Die geef ik jou eerst het woord. Ik ben wel benieuwd naar. Je hoort de laatste tijd ook steeds meer het idee dat het vluchtelingenverdrag moet worden opengebroken. Nu is het vluchtelingenverdrag natuurlijk sowieso een beetje papieren werkelijkheid, zoals je de verhalen van jou eigenlijk wel bevestigen. Hoe kijk je daarnaar? Ik hoor het alleen een beetje via af en toe een beetje in de media. Hoe ver is dat proces van afbreken? Het proces van afbreken is al giga ver. Dat hele migratiepactvoorstel van Ylva Johansson, dat dus niet verplicht stelt opname van vluchtelingen van de aankomstlanden, maar het vrijwillig laat blijven, waardoor dus landen als Nederland kunnen zeggen, nou, we nemen geen engel op, laat Griekenland het maar uitzoeken. Hè? Want jullie weten, Rutte heeft het feit dat Griekenland EU-grenzen heeft geografisch pech genoemd. Die megadetentiecentra worden gebouwd, de pushbacks gaan door. Wat er nu gebeurt aan de Poolse grens is te afschuwelijk voor woorden. En dat is natuurlijk koren op de molen van Griekenland, want als ze dat laten gebeuren, nou, who cares about die little pushbacks? Ik heb heel erg weinig hoop. Ik denk echt dat er een revolutie nodig is. Willen we een menselijker vluchtelingenbeleid krijgen? En by the way, politici vertellen natuurlijk nooit het verhaal over, als je het nou hebt over dat vluchtelingenverdrag dat opengebroken zou moeten worden. Ja, onder andere klimaatvluchtelingen zouden de status van vluchteling moeten kunnen krijgen. Wij in het Westen zijn waanzinnig verantwoordelijk voor wat er gebeurt in de rest van de wereld. Nou, Afghanistan ligt voor de hand als voorbeeld. Maar kunnen jullie bevatten dat nadat de Amerikanen uit Afghanistan zijn vertrokken en de Taliban binnen 2 weken dat hele immense land over konden nemen, dat niet onmiddellijk wereldwijd is besloten, iedereen uit Afghanistan heeft recht op een vluchtelingenstatus? Nee! Er werd alleen maar gezegd, we vrezen een enorme influx van Afghanen. En nou, sindsdien, er worden hekken gebouwd, er worden muren gebouwd. Jongens,
5,7 miljard is aan Frontex gegeven tot 2027. In 2027 zullen er dan 30.000 Frontex-manschappen zijn. Er wordt geld uitgegeven door Griekenland aan gevechtsvliegtuigen, drones en die geluidskanonnen aan de grens. Als je kijkt naar het geld, dat gaat naar de militarisering van de Europese grenzen versus het geld dat gaat naar integratieprogramma's, huis- of woningprogramma's, educatie, onderwijs voor vluchtelingenkinderen. De verhouding is volstrekt zoek. En dan heb je ook nog eens daarbovenop de nieuwe operatie van Griekenland. Intimidering, demonisering en criminalisering van journalisten, NGO's en hulpverleners. Ik heb een Afghaanse vluchteling in huis genomen. Nou, de lokale burgemeester van Melissa's geboorte-eiland, die mij haat, die heeft een persoonlijke vete tegen mij opgezet. En ik ben gearresteerd omdat ik een Afghaanse vluchteling in huis heb. En juni volgend jaar is mijn rechtszaak. En we moeten nog maar zien wat eruit komt. Ik riskeer een jaar gevangenisstraf en meer dan 10.000 euro boete. En die andere NGO's en hulpverleners, zoals Pieter Wittenberg enzovoort, die 18 november voor de rechter, die riskeren 45 jaar omdat ze mensen van de verdrinkingsdood hebben gered. Ik denk dat ik nog plek heb voor twee vragen. Volgens mij had ik die ook Sorry jongens, als ik zoveel tetter. Ja, en dat geeft, sorry. Dat is ook allemaal interessant, dus dat scheelt. Daarachterin, ja. First of all, Kuli, thank you so much for, I lived many years in Greece, I was activist, I know it's very hard there. You come from Afghanistan, right? Yeah, I born in Afghanistan, it doesn't matter for me. Okay. I don't know how I explain it, because first I wish, because a lot of Afghanian people in Tunisia, they did hunger strike, they closed their mouths. But I wish, is film everything or no? Everything is filmed when I talk? Yes. No, the camera is on Ingeborg. Not on the... No, not on you. Maybe they use it for... Honestly, I say, because Greece, when I came in Greece, like 10 December 2004, and now like 10 years I left there, that is going to change a lot in Greece. The only thing like is very good, it was advocate of Netherlands, helped the Iranian, 49 people, I was with them, but I had to help some sick people. I didn't get a document. I get it there that time. I think it was 2010. It has a lot of happened, like bad history in Afghanistan, in Greece. But honestly, like Greece is now a little bit, they have it better law than before. Excuse me, what do you say, the last in part? Greece, I don't know how long you activated journalists in Greece. The time I come in Greece, it's very difficult to take documents, ask asylum. You was in the street. But it is much worse now. Mm. It's much worse now. Darling, you came in 2010, that was paradise compared to now. Paradise, you came in paradise time. No, I was 2000. 3 months I was jailed in Mytilene. There I was in Athens. Like, yeah, but now you're you here. In the street, it's like the street. But I saw a lot of people now, they haven't Greek documents. No, but they are very few. Very, very, very few. Ik deze discussie wil ik even laten liggen, want ik denk dat we hier even niet uitkomen. Maar thanks for... But a lot of activists helped that. That is very good. As you said, maybe we can do more, because Greece is the door of Europe. And if one guy coming from Greece to go to Norway and Sweden or Finland, because a lot of people think they are good too, they have it a lot of fingerprint, and these people send them, one of this country is coming. Mm-hmm. I don't know, they have it at Dublin 1, Dublin 2, Dublin 3 now. My question is, like, how we can change this law? Because Greece, Italy, Spain. Darling, if it could have been changed, it would have already been changed. It's unchangeable, because this is what the rest of the EU wants. The EU Commission wants Greece to act like this. This is the cynical horror underlying fundamental of this whole operation, like Europe, right now in the EU. Europe, they let Greece do the dirty work. Europe is Germany.
Germany has the power. Like, money is the capitalist system. And Germany has the money in Frankfurt Publishing. Okay, I'm going to quit it here because Germany needs workers, a separate discussion about the European Union and the now they don't need it. No, they have sent soldiers in the border of Europe. Let's talk with a beer after this, okay? Yeah. Thank you. Because we don't have much time left. I want to give the floor to the last question and then... go you. Yeah, it's not... Oh, ik ga in het Engels praten. Ja, ik heb dat. Is beter. Het is niet zozeer een vraag, maar een vraag aan iedereen in de zaal, ook in een oproep. Want je zegt heel duidelijk, er is geen hoop, behalve revolutie. En ik denk dat dat eigenlijk dezelfde constatering is van socialisten voor de grote wereldoorlogen en tussen de twee grote wereldoorlogen. Socialisme of barbarij, dat is eigenlijk de vraag. Dus er is wel hoop. Maar dan hebben we een hele urgente taak. En ik ben opgegroeid in een tijdperk waarbij revolutie iets heel abstracts was. Maar nu, zeker met dit soort verhalen, wordt het iets heel concreets. En met de opkomende militarisering, die grenzen die je noemt, die muren, de surveillance kapitalisme, wat alles tot op de Middellandse Zee met Frontex controleert. De uit de hand lopende klimaatcrisis, wat nog meer vluchtelingenstroom gaat voortbrengen. Is een heel dystopisch beeld. Dus de vraag vandaag de dag, nu op dit moment, is: wordt het revolutie of wordt het barbarij? Dus mensen die in deze zaal twijfelen over wat is revolutie, ja, daar kunnen we niet mee wachten. Het moet geen theoretische oefening blijven. Mensen moeten lid worden van revolutionaire organisaties. Yes. Mensen moeten revolutionaire literatuur gaan lezen. Die hebben we hier. Ja. Lees die krant. Koop die krant, neem en de Groene abonnement. Amsterdammer. Lees af en toe een goed artikel van de Groene Amsterdammer. Maar ja, de vraag is nu, op dit moment, vandaag de dag, jouw verhaal maakt het heel duidelijk. Wordt het revolutie of wordt het barbarij? En kies voor de revolutie en word lid ook van onze organisatie. Het laatste woord geven, vind ik wel zo netjes. En het sluit aan bij dit verhaal, want de vraag is natuurlijk ook, wat kunnen wij doen? Ik bedoel, we zien de beelden, we lezen hopelijk jouw stukken, maar wat kunnen wij nog meer doen? En heel erg niet meer op de VVD en al die kutpartijen stemmen, gewoon niet. Iedereen in je omgeving die daar naartoe neigt, wij durven, nee, echt jongens, de politiek, dat is één. Steun revolutionaire media, bewegingen, doe mee, geef je vrije tijd aan activistische doeleinden als je niet je helemaal dood moet werken voor de vaste lasten, zodat je daar ook nog een beetje tijd voor hebt. Neem een vluchteling in huis. We moeten leren in de toekomst, en nu zijn er 83 vluchtelingen wereldwijd. Inclusief Zuid-Amerika. De schattingen zijn dat in 2026 er 210 miljoen vluchtelingen, onder andere door de stijging van de zeespiegel en de klimaatcrisis die maar doorgaan, zullen zijn. Het wordt nooit meer zoals vroeger, oké? Gewoon niet! Het is klaar! En die mensen die blijven komen, en natuurlijk komen ze naar Europa en nee, niet naar Saoedi-Arabië enzovoort. Je hebt al die rechtse barren die zeggen, waarom gaan ze niet naar die Arabische landen? Nee, natuurlijk niet, want daar is geen vrijheid. We moeten mensen, dus ook in onze omgeving, opvoeden. En uitleggen dat we allemaal mede verantwoordelijk zijn. Want als wij een broek bij Zara kopen, of een meubelkastje bij IKEA, dan doen wij mee aan de geglobaliseerde moderne slavernij. Hè? De IKEA vernietigt de middeleeuwse Roemeense bossen. En Zara is de meest verschrikkelijke textielonderneming wat betreft de moderne slavernij. En wij doen daar allemaal aan mee. En die mensen die komen vandaar waar wij hun onze producten laten maken. En dat verhaal wordt nooit verteld. Waardoor er in Nederland zo ontzettend veel mensen zijn die kunnen zeggen, ik en de rest kan stikken, want onze verzorgingsstaat en al die mensen willen onze verzorgingsstaat vandaarvan profiteren, terwijl ze geen belastingen betaald en daar niet voor hebben gewerkt, enzovoort. Je wordt er gek van. Dus ja, revolutie.